applaus hier. Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Ik Test Jouw Team. Vandaag test ik het team van Luca Kwakkel. Het ziet er best wel nice uit. Met Depay en Willems natuurlijk. En ik ga er wel vanuit dat het lekker gaat spelen. Maar dat zullen we nog zien. Dus let's go. Nou, ik heb het team dus gemaakt. Het ziet er best wel nice uit. En achterin heb ik natuurlijk de enige echte Rambeton. Niet dat hij heel goed is, maar dat maakt niet uit. En voorin 2 5-star skillers, dus dat is ook super nice. En ik ben echt benieuwd hoe dit gaat spelen. Ik was gebleven in de finale, dus daar kan ik nu weer mee verder. En hopelijk kan ik hem winnen, want dan heb ik gewoon dit toernooi gewonnen. Nee man, zijn aanval. Inform Eriksen, inform Mata en inform Sanchez. Dit gaat sowieso lastig worden, maar ik ga mijn uiterste best doen. Want ik wil deze finale winnen. Nou, let's go. Vrije trap met Van Persie. Lekker naar binnen draaien. En oh, no. Yo, die zat ook nog bijna. Oh nee, is hij erdoor? Pak hem. Oh nee, nee. Shit. In de 7e minuut sta ik al 1-0 achter. Ik moet gewoon winnen. Ik moet gewoon nog meer mijn best gaan doen. Oh nou, Van Persie is erdoor. Heerlijk. En schiet. Oh, zeker redding van skipper. Het kan nog misschien. Koppen, koppen. Ah, helaas. Weer Van Persie. En trap. 1-1. Wat een heerlijk schot van Van Persie. Recht in de kruising. Beter kon gewoon bijna niet. Heerlijke goal. Steek hem. En ja. Rooney is door. En om zijn keeper heen. Ja, ja, ja. Bam. Ik maak het weer even helemaal goed. Ik sta gewoon weer 2-1 voor. Ik kan dit gewoon winnen. Nou ben ik er weer door. Van Persie met geplaatst schot. Oh nee, net zijn keeper. Misschien kan het nog schieten. Oh. Dat tweede schot was echt mega slecht. Maar die eerste moest er eigenlijk al in. Oh nee, 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 nee. Pak hem af. Oh, goed gekiept. Doe hem weg, doe hem weg. Nee. Oh nee. Shit. Ik kreeg hem niet goed weg en daardoor kreeg hij nog een kans. En die heeft hij helaas gescoord. Het staat weer gelijk. Oh, ik ben er weer door met Van Persie en oh, weer zeker redding van zijn keeper. Lekker kort zoals altijd. En voorzetje, kop hem erin. En ja, bam, Rooney. Oh, heerlijk ingekopt. Ik sta gewoon weer voor. Net voor rust. Perfecte timing. Ik heb dus vlak voor rust nog net gescoord en ik sta 3-2 voor. Dat is heerlijk. En ik heb ook veel meer kansen als mijn tegenstander. Nou, steek hem erdoor. Ja, en de Persie. Die Depay. Nee. Voor open doel mis hij hem gewoon. Hoe kan die niet missen? Oh, nee, 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 nee. Nee. Ik mis net zo'n enorme kans voor open doel. En dan natuurlijk scoort hij hem meteen aan de andere kant. Nou, lekker met Depay erdoor. En schiet. Oh, miskeeper. Oh, pak hem af. Nee, nee, nee. Oh, goede redding. Schiet hem weg. Oh, gelukkig. Wow, dat scheelde echt weinig. Het is 3-3 gebleven. Dus dat betekent verlenging. En ik hoop dat ik mijn kansen nu wel ga afmaken. Want dit slaat echt helemaal nergens op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pak hem af dan. En oh, wat een sikke redding van mijn keeper dit keer. Dat was echt een heerlijke reflex. Oh, Van Persie is er langs in de verhoek. Ja! Bam! Ik sta weer voor. Net nu de verlenging is begonnen. Tweede goal. Heerlijk. Ik kan dit gewoon winnen. Ik moet dit gewoon winnen. Weer Van Persie. Kom op, jongen. Je kan het. En oh, met heel veel mazzel. Zijn keeper maakt een enorme blunder. Dat slaat er helemaal nergens op. Ik snap echt niet dat hij hem niet kon pakken. Maar ik sta gewoon 2 punten voor. Nou, corner weer lekker kort. En Depay lekker gaan dribbelen. Eerste speler uitgedold. En oh, dit gaat best wel lekker. In de verhoek. Oh, wat een heerlijke goal van Depay. Dit is echt niet te geloven. En ja, hij gaat er nog uit ook nog. Bam, ik heb gewoon gewonnen. Winnaar van de Champions Shield. Ik heb 2000 coins erbij en een goud pakketje. Bam, dit team speelde best wel lekker. En ik heb ook vet veel meer kansen gehad als mijn tegenstander. En in de verlenging heb ik hem ook vierkant gehoond. Nou, mijn gratis pakketje. Ik ben benieuwd wat ik erin krijg. Ik denk niet heel veel goeds en nee. Voor dit pakketje heb ik al zoveel moeite gedaan. Het slaat helemaal nergens op. Gewoon lekker discarden. Ik heb nu eigenlijk een soort van mijn doelstelling gehaald.
Want ik wou met jullie teams de Champions Shield winnen. En dat is mij nu gelukt. Jullie mogen bepalen of ik gewoon opnieuw de Champions Shield ga proberen te winnen met jullie teams. Of misschien willen jullie ook gewoon weer een keer iets anders. Dat kan je ook gewoon laten weten in de reacties. Maar nu zijn we gekomen bij de beoordeling van het team. Verdedigend vind ik het best wel heel erg prima. Vlaar, ondanks dat hij van beton is, is hij wel een beetje aan de trage kant. Maar verder vind ik het helemaal prima en De Gea is ook een beestenkeeper. Daarom krijgt de verdediging van mij een 7,5. Het middenveld vind ik ook super chill spelen, vooral Rooney is echt een beest. En Ramsey en Ver, dat zijn ook twee redelijke spelers. Daarom krijgt het middenveld van mij ook gewoon een 7,5. Tot slot de aanvallers nog. De buitenspelers zijn allebei ziek OP, allebei heel erg snel, allebei 5 sterren skill moves, dat is echt super chill. Van Persie is ook een prima spits, als je met hem 1 op 1 op de keeper komt, scoort hij gewoon altijd, dus dat is super chill. Daarom krijgt de aanval gewoon een 8 van mij. En dat geeft dit team een totaalcijfer van een 7,5. Het is een prima team, het speelt lekker, dus zeker een aanrader. Het is dus nog niet zeker of ik doorga met deze serie. Maar je kan altijd je team in de reacties achterlaten. En als ik wel doorga met deze serie, dan kan ik misschien jouw team als volgende team testen. Maar dit was het alweer voor deze keer. Ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Zo ja, doe gewoon een duimpje omhoog. Tot slot, ik zie jullie later, bazen. Mijn tegenstander is Noob, hij heeft een leenspeler. Haha, noob, noob, noob. En hij neemt de aftrap als een noob. En deze schat van zijn tegenstander is ook noob. Hij is 1,5 noob. En mijn keeper gooit de bal zo mooi uit dat hij meteen bij de tegenstander terechtkomt.